Ik ben weer terug van het werk. Goedemorgen. Het is echt precies 11 uur. En ik ben echt uit bed gekomen omdat het moest. Omdat ik om 12 uur weer moet werken. Ik voel me wel echt beter dan gisteren. Ik dacht gisteren echt, wow, dit gaat echt... Als het erger wordt dan dit, dan kan ik morgen gewoon niet werken, ben ik bang. Maar ik voel me echt beter. Mijn stem is ook minder erg. En mijn keel doet minder zeer. Ik zit wel verstopt, maar ja, hey, als dat alles is. En ik heb gewoon nog niet zoveel energie. Maar dat komt ook omdat ik natuurlijk super slecht gegeten heb gisteren. En ik moet nu ook echt niet aan eten denken. Ik heb ook niet iets van fruit in huis. Zo stom. Anders had ik gewoon even lekker iets van fruit kunnen nemen. Maar dat hebben we op het werk wel. Ik denk dat ik dat gewoon doe. Dat ik even op het werk een banaan vraag. Ik weet niet of dat mag überhaupt. Maar anders kan ik hem altijd nog betalen als dat een probleem is. Want anders komt het echt niet goed. En ik moet wel proberen om vandaag dan ook weer wat te eten. Want anders word je alleen maar slechter. En dat willen we niet. Maar ik heb vandaag een hele lange werkdag van... Nou, een hele lange werkdag. Maar van 12 tot 10. Dus ja, er wordt weer wat. Ik vind het heel lastig om deze dagen dan te vloggen. Maar ik ga wel mijn best doen om jullie een beetje mee te nemen in wat mijn dag is. En verder heb ik vanavond ook geen plannen. Want ja, als je om 10 uur thuis komt, wat ga je dan nog doen? Maar ik weet dat Jarno iets gaat drinken met vrienden. Dus misschien dat ik daar nog heen ga als zij daar nog zijn. Maar is maar net de vraag. Ik dacht, ik pak even de... Steltoonbox erbij. Kijken of ik ook nog iets van die producten kan gebruiken. Dit is dus die Banana Bake Power. Ik heb het vorige week in de vlog wel even snel laten zien wat erin zat. Ik weet gewoon niet zo goed hoe ik dit moet gebruiken. Er zit wel in het boekje staat dus van... Het is een perfecte shine of zo. Ja, het is beroemd dankzij Kim Kardashian. En even kijken... Tap it a small amount of powder onto the lid. Dus, using a fluffy brush or sponge, make up a small amount of powder and dust gently over any areas you want to set or color correct. Dus dit is echt een soort van color correct. Nou, ik heb hier wel een rood vlekje. Ik ga het er gewoon eens op doen. Kijken wat het doet. Ik weet van dit soort producten eigenlijk nu al dat ik ze toch niet ga gebruiken. Maar je weet niet, misschien is het wel heel goed. Daarom is het ook beter als ik die box niet meer neem. Want ondanks dat ik het soms zit er echt hele mooie dingen tussen. Uiteindelijk gebruik ik 80% niet. En het is leuk om weg te geven, maar ook een beetje zonde van mijn geld. Oké, er zit een plasticje op dat ik het niet afkrijg. Ja, zo ziet het eruit. Ja, Jin. Doet het iets? Ik weet het niet zo goed. Het doet wel wat, volgens mij. Maakt het wel iets minder. Ik kan het ook wel even op mijn neus doen. Die is altijd net iets roder dan de rest van mijn gezicht. Mascara zit uiteraard nog boven mijn ogen. Nou, ik zie dat rode vlekje nog steeds. Ik weet niet zo goed. Maar misschien gebruik ik het ook wel niet helemaal oké. Want ik weet niet zo goed wat het is. En dan hebben we nog de lipstift. Daarvoor maakte ik hem eigenlijk open. Want deze is gewoon van Catrice. Dus die kun je ook gewoon met de kruidvat kopen. En ik vond het echt een heel mooi kleurtje. Als hij nog zo perfect is, vind ik het altijd zo moeilijk om hem te gebruiken. Hij is trouwens ook klein. Maar oké, let's go. Oh, hij is heel zacht. Hij lijkt wel een beetje op mijn eigen lipkleur. Net even iets donkerder. Donkerder. Hij ruikt super lekker. Hij is een beetje fruitig. Oh, ik vind hem echt heel mooi. Hij is wel super zacht. Hij brengt heel makkelijk aan. Hij is een beetje shiny. Maar als hij dan altijd zo makkelijk aanbrengt. En ook als hij een beetje glimt. Dan heb ik altijd het idee dat hij er
één keer eten eraf is. Het is... Hallo? Het is moeilijk scherp stellen, want het zijn shiny letters. Ah, Ultimate Color 020. Hallo? Ja, ik vind hem wel mooi. Ik ga nog even eyeliner op doen. En dan mijn mascara eraf halen, boven mijn ogen. En dan moet ik weer aan het werk. Ik vind hem echt mooi. Ik ben heel benieuwd hoe goed hij blijft zitten. Ik zit in de auto naar het werk. Het is echt raar, want het is buiten super benauwd. Terwijl het is niet zonnig. Het druppelt een beetje. Het heeft ook gewoon geregend en het gaat nog regenen. En toch is het ook onwijs warm tegelijk. Dus ik zit nog wel in mijn hemdje. Maar ik weet niet. Ik ben heel benieuwd. Ik kan nog steeds niet zo goed voorspellen wat het gaat doen of zo, weet je. Want zelfs in de regen zitten mensen wel gewoon op het terras. Omdat een deel ook overkapt is. En er is dus een hele mooie boog van bomen over het terras. En als je daaronder zit, dan heb je eigenlijk niet zo last van de regen. Dus we gaan het wel zien. Ik ben blij dat ik me weer iets beter voel. Ik heb nog steeds geen honger, maar ik beloof plechtig dat ik zo meteen iets van fruit ga eten. En om 4 uur, we eten altijd op het werk om 4 uur al. Zodat je om 5 uur met de nieuwe dienst gelijk met z'n allen kan beginnen. Dus ja, over 4 uurtjes is het ook alweer avondeten. En dan ga ik gewoon mijn best doen. Hopelijk is het iets wat ik lekker vind. Want als ik het en niet lekker vind en geen zin heb, dan wordt het wel een uitdaging. Maar ja, ik ga aan het werk en ik zie jullie over een uurtje of 10 weer. Ik ben weer terug van het werken. Het is 11:02. Mijn stem is echt bijna weg. Ik heb echt veel hard moeten praten. En dat ging echt niet vanzelf. Maar ik was later klaar. Het was pas om 11:15, 10:30 klaar. En dat was ook wel eventjes balen. Want ik ben toch ook echt wel weer op. Ik merk gewoon, ik weet niet ziek, maar wel gewoon verkouden en minder fit. En ik liep ook buiten en het was rot weer. Dus ik liep gewoon in mijn eentje, want er waren niet heel veel tafels omdat het weer zo slecht was. Maar ja, dan is het toch ook wel koud. En denk ik, oh man. Maar ja, nu ben ik lekker thuis. Ik heb wel een beetje honger. We hebben vanavond op het werk schnitzel met friet en sla gegeten, maar het was niet zoveel. Ik zei ook van ja, ik vind het hier altijd een beetje weinig of zo. Het is nou, als je nog tekort komt. Maar ja, ik ben nu niet zo optimaal, dus dan eet ik niet zoveel. Maar je eet ook om 16:30 en het is nu dus 11:00, dus 18:30, 19:30, 20:30. Het is gewoon 6,5 uur later, het is niet zo gek dat ik weer honger heb. Maar ja, het is ook wel weer een goed teken. Maar ik weet het even niet meer. Mijn hoofd staat echt op nul, ik heb echt een beetje het idee dat ik aan het ratelen ben. Ik ga eerst de vlog doen, ik zit nu achter de laptop met mijn blouse nog aan. Ik heb niks meer van brood of zo in huis. Zorgen heb dat ik eventjes iets van afbakbolletjes haal morgen. Voor het geval dat ik dan ooit een keer nog honger heb. Nou ja, goed verhaal, Sophie. Ik heb even heerlijk gedoucht. Ik ben echt helemaal op ook. Maar het geeft op zich niet. Ik ga lekker slapen. Ik ga morgen proberen zo lang mogelijk uit te slapen. En ik moet om 5:00 werken. En het leuke is, mijn nieuwe telefoon komt. Daar heb ik heel erg zin in. Ze komen tussen 14:30 en 16:30. Dus het is te hopen dat ze een beetje vroeg komen. Want ik moet dus 5:00 werken. Maar daarvoor ga ik waarschijnlijk wel sporten. Maar even kijken hoe ik me voel. Ik voel me op zich prima. Alleen mijn keel doet zeer. Dus ik denk dat ik wel gewoon kan sporten. Dus bedankt voor het kijken. Welterusten en tot morgen. Sorry als dit een vreselijk saaie vlog was. Doordat ik de hele dag gewerkt heb.